Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik nieuwe make-up van de Action testen. Ik ben door jullie bericht dat er allemaal nieuwe make-up bij de Action was. Dus ik ben naar de Action gerend. Als je mijn laatste Shop With Me video hebt gezien, dan heb je gezien wat ik allemaal heb geshopt die dag bij de Action. Inclusief deze make-up. Het is niet een heleboel. Het ging mij vooral om het oogschaduwpaletje. Maar ik heb ook een bronzer. Ik heb ook een lipstick set. Ik heb me echt gericht op de nieuwe make-up. Dus ik was echt op zoek naar nieuwe make-up. Al de oude make-up heb ik al maanden geleden getest. Al die video's zijn ook al te vinden op mijn kanaal. Zoek gewoon even op mijn naam en dan erachter Action en dan vind je mijn laatste Action video's. Dus ik was echt op zoek naar wat is nou echt nieuw. Er was helaas niet heel veel. Ik heb alleen het oogschaduwpaletje, de bronzer en een lipstick set. Maar goed, het ging mij vooral om het paletje. Dus ik ben al blij dat ik überhaupt een aantal extra dingetjes heb gevonden. En ik ga dus vandaag deze make-up testen. Obvious heb ik ze nog niet gebruikt. Ik ga gewoon vandaag een hele mooie soft glam draagbare look maken ermee. En ik hoop gewoon dat alles goed gaat. Want de look die ik vandaag ga maken, wil ik ook vandaag ophouden de hele dag. Dus als het niet goed gaat, is dat een beetje effed up. Maar ik ga er gewoon vanuit dat alles gewoon vandaag goed zal gaan. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Vind je het nieuwe leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Ik heb me al helemaal opgemaakt. Mijn hele basis make-up zit er al op. Dus ik kan gelijk beginnen met het oogschaduwpaletje. En dit is hem. Dit is het nieuwe Sunrise paletje van Max & More. Max & More is het make-up merk dat exclusief te koop is bij de Action. En dit paletje ziet er echt heel erg mooi uit. Ik vind deze pastel vibes echt amazing. En dit is dan de inhoud. De inhoud ziet er ook echt prachtig uit. Het zijn matte en glanzende kleuren. En het zijn vooral neutrale kleurtjes. Dus dit is ook echt een sunset paletje. Ik denk dat je hier echt een heleboel mooie, vooral neutrale looks mee kunt maken. En ik vind het er echt prachtig uitzien. Het is een super goedkoop paletje. Dus ik hoop gewoon echt dat de kwaliteit goed gaat zijn. Ik heb de hele collectie van Max & More getest. Elk product dat hun te kopen hebben, heb ik al ooit 1 keer getest. En af en toe is iets heel goed en af en toe is het weer heel slecht. Dus ik hoop gewoon dat dit paletje goed gaat zijn. Maar deze paletjes zijn meestal wel gewoon oké. En we krijgen ook een spiegel. Dat je voor deze lage prijs ook nog eens dat krijgt, is echt helemaal toppie. Dus ja, ik ga gewoon hiermee een look creëren. Ik ga gewoon een hele mooie beetje oranje, bruine, neutrale look maken. Want ja, je kunt niet echt heel veel anders met dit paletje. En we gaan gewoon zien of de kwaliteit goed gaat zijn. Want ook al is de prijs heel laag, ja, de kwaliteit moet nog wel gewoon oké zijn. Dus let's do this. Laten we inzoomen op de ogen. Jullie raden ook nooit wat ik heb gevonden bij de Action. De Max & More spray. Jullie weten hoe geweldig ik die vind. Ik heb er 6 gekocht. Ik heb er gewoon 6 ingeslagen. Ik hoorde ook van een aantal mensen dat de sprays er niet meer waren. En anderen zeiden weer van wel. En ik wist het gewoon niet. Dus ik ben gewoon gegaan en ze zijn er gewoon nog. Ik heb hier nog 1 MAC Fix Plus. Die ga ik eerst opmaken. En dan ga ik beginnen aan mijn nieuwe Max & More spray. Is deze. Echt jongens, echt een dupe van MAC Fix Plus. Amazing. Ik heb mijn ogen al gepruimd met concealer. Dus dat hoeven we niet meer te doen. Oké, eventjes kijken welke kleuren ik wil gaan gebruiken. Ik ga beginnen met deze lichte matte nude kleur. Die heet Boost. Oh, ik moet echt mijn kwasten wassen. Alles is gewoon vies. Die breng ik aan met deze Zoeva Fluffy Kwast 228. En die kleur breng ik dan aan in mijn hele arcaarboog. Als allereerste arcaarboogkleur. Ik denk niet dat je die kleur echt heel goed gaat zien. Maar dat is gewoon oké. Dan ga ik in met deze peachy matte kleur. Die heet Heat. Die breng ik ook aan in mijn arcaarboog. En nu blijf ik onder die andere kleur. Wauw, die is mooi peachy. Oké, nou dit ging op zich prima. Ik moest de kleuren wel echt opbouwen. Ik heb een aantal keer terug in moeten gaan in het paletje. Vaker dan dat ik eigenlijk gewend ben. Maar het is oké. Ik ben al blij dat het überhaupt opbouwbaar is. Want dat is ook heel vaak gewoon niet het geval. Dan ga ik in met de bruine matte kleur V. Die ga ik aanbrengen met deze platte fluffy kwast van Boosie Shop UP24. En die kleur breng ik aan in de buitenste ooghoek. Ik maak de buitenste hoek lekker donker. Dan pak ik de donkste kleur uit het paletje. Die heet Mystery. En met die kleur wil ik de ooglook echt donker gaan maken. Ik pak een heel klein beetje, niet al te veel. En die kleur breng ik dan ook een beetje zo aan hier zo in de buitenste ooghoek. Oké, dan ga ik al die matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Oké, nou dit ziet er allemaal echt goed uit. I love it. Dan ga ik in met de oranje glanzende kleur hier. Die heet Golden Hour. Die pak ik met mijn vinger. Oeh, die kleur ziet er echt heel mooi uit. Kijk even hoe mooi oranje. I love it. Hij is een beetje oranje goud ofzo. En die kleur breng ik aan over mijn hele ooglid. En dan gaan we de ooglook een beetje bronzy oranje maken.
Oké, heel mooi dit. Dit was een van de glanzende kleuren die iets minder glanzend is. En je hebt hier ook een andere soort glanzende formule. En die lijkt heftiger te zijn. Dus die formule wil ik ook gebruiken. Dus nou ga ik in met deze oranje glanzende kleur, Glow. Die pak ik ook weer op met mijn vinger. Die is een beetje iets donkerder oranje. En daarmee ga ik er ook nog overheen. Maar nou echt alleen maar in het midden. Ik sla deze binnenste stuk over, want die wil ik gewoon licht houden. Ja, dit is ook een hele mooie kleur. Dan ga ik in met deze heftige gouden kleur. Die heet Sunny. Ik weet niet of dit too much gaat zijn. Maar ik wil die kleur een beetje aanbrengen in de binnenste ooghoek. Die kleur lijkt ook echt heel heftig te zijn. En dan gewoon een beetje hier zo. Zo, ik heb het aangebracht in de binnenste ooghoek. En ook een beetje zo omhoog getrokken, zeg maar. Nou jongens, dit is dan basically de hele ooglook. Het ging echt heel erg goed. Vooral de matte kleuren hebben mij echt impressed. Die zijn echt wowie. Voor deze lage prijs is het paletje echt wel gewoon goed. Het enige wat wel een beetje is, is dat alles mij een beetje extra moeite kostte. Ik moest iets langer blenden. Ik moest iets meer aanbrengen en dat soort dingen. Maar voor zo'n lage prijs heb ik die beetje extra moeite er wel voor over. En uiteindelijk wordt het gewoon echt prachtig. Echt heel erg mooi. Oké, ik ga mijn ogen afmaken, mascara en dat soort dingen. En dan kom ik zo bij jullie terug. En dan gaan we in met een nieuwe bronzer. Oké, de ooglook is helemaal af. Ik vind het echt super mooi. Ik heb een wing gemaakt en nep wimpers. De nep wimpers die ik op heb zijn Bella van Lashes by Lini. Nou ga ik mijn gezicht bronzen. En ik heb hier een bronzer, maar... het ziet er niet zo goed uit, jongens. Dit is de Action Max & More Sunkissed Glow Face & Body Bronzer in de kleur 156 Golden. Ja, deze bronzer is super glitterig. Ik zie gewoon de glitters er gewoon helemaal in zitten. Oh my god, het is de kleur 156 Golden. Maar er was maar één kleur. Dus ik weet niet of er nog andere kleuren zijn. Maar bij mijn Action was dit de enige kleur. De kleur ziet er op zich wel gewoon goed uit. Mooi bruin bronzie, maar die glans. Ik ben al niet zo van de glanzende bronzers, maar... dit is wel heel glitterig. Alsjeblieft, laat het niet mijn hele gezicht verpesten. Ik moet nog weg vandaag. Dit is dan hoe de brons eruit ziet. Het ziet er op zich wel gewoon mooi uit. Mooi bronzy goud. Je hebt een hele grote zon erin gestempeld. Maar kijk even deze glitters. Jongens, kunnen we het zien? Ja, ik denk dat je het echt wel kunt zien op beeld. Ja, jongens, dit is gewoon één grote highlighter. Ik denk dat als je een donkere huid hebt, dit echt gewoon letterlijk prachtig gaat zijn als highlighter. Maar goed, jongens, ik ga gewoon een heel klein beetje aanbrengen. Heel klein beetje. De kwast die ik gebruik is mijn Boosty Shop Bronzer Kwast UP02. Ik pak gewoon een heel klein beetje. Nee, oh my god. Er komt ook bijna geen pigment vanaf. Dat zag ik ook op de swatch. Het is gewoon één grote glans. Nee, dit is echt niet mooi. Ik ga het ook even bij de andere kant aanbrengen. Ja, het bronst wel een beetje, maar die glans is echt way too much. Jongens, sorry, maar ik ga dit niet aanbrengen over mijn hele gezicht. Ik moet nog vandaag over straat. Dit ziet er echt niet uit. Oh my god. Deze bronzer raad ik dus echt absoluut niet aan. Veel te veel glitter en glans. Ik zou wel echt oprecht zeggen, als je een donkere huidskleur hebt, probeer hem eens als highlighter. Daar kan hij misschien wel heel mooi voor zijn. Oké, ik ga even mijn gezicht afmaken, want het laatste wat ik heb is voor de lippen. Oké, mijn hele gezichtsmake-up is klaar. Ik vind echt dat ik er echt heel mooi uitzie. Ik vind het oranje echt super, super mooi. Nou, het laatste product en dat is deze lipset. Dit is de Action Max & More Nudes Lipstick Collection. En dit is een collectie van 6 lipsticks in 6 verschillende nude kleurtjes. Het ziet er echt prachtig uit. Ik hou van de Action lipsticks. Ik heb het al echt in elke Action video verteld. Maar Max & More heeft echt de beste, goedkope lipsticks ever. Ik heb de hele collectie al hier in mijn lipsticklade. En ik gebruik ze ook gewoon oprecht. Dus ik vind ze echt heel erg mooi. Ik ga ze eventjes allemaal swatchen. Oh, één lipstick is gewoon al kapot gegaan terwijl ik aan het swatchen ben. Heel dit ding is er gewoon afgegaan. Oké, nou, dat is niet echt heel handig. Oké, dit zijn dan alle kleuren geswatcht op mijn arm. Ze zien er echt heel mooi uit. De meeste kleuren zijn een beetje paarsroze. En de laatste kleur helemaal links, die is een beetje bruinig. Echt hele mooie kleurtjes. Ik vind ze er echt prachtig uitzien. Vooral die heeft twee hele lichte
lichte kleuren vind ik mooi. En die bruine kleur, dat zijn echt mijn drie fave kleurtjes. Oké, nou dat zijn dan de 6 kleurtjes hier allemaal op mijn arm. Het ziet er echt prachtig uit. Het zijn ook echt hele creamy lipsticks, dus niet mat of zo, maar echt heel erg mooi. Ik ga ze eventjes allemaal op mijn lippen swatchen ook. Ik ga beginnen met de kleur Muse. Dit is een hele mooie lichte nude kleur. Staat echt geweldig met mijn huidskleur. I love it. De volgende kleur heet Love Story. Ook dit is een hele mooie nude kleur. Het is een beetje een paarse nude kleur. Ik vind hem echt heel mooi staan. Ook weer met mijn huidskleur. De volgende kleur die ik ga swatchen heet Dreamer. Ook dit is een hele mooie lichte nude kleur, maar deze is een beetje roze. Hij is iets te licht voor mijn huidskleur, maar gecombineerd met een donkere roze lippotlood zou dit echt heel erg mooi zijn. De volgende nude lipstick heet Cliché. Cliché is een hele mooie peachy nude kleur, heel erg mooi. Staat ook heel mooi met deze make-up look. De volgende kleur heet Soulmate. Dit is ook echt een prachtige kleur. Deze kleur is ietsje meer donker en zou een hele mooie nude zijn als je een iets donkerdere huidskleur hebt. En de laatste kleur, de donkste kleur, is Never Nude. Dit is een echte bruine nude kleur. Ook weer iets donkerder, dus ook weer toppie als een nude lipstick. Ook weer voor de donkere huidskleur. Ik denk dat voor deze make-up look de lipstick die er het mooist bij gaat staan, Cliché gaat zijn. Dit is de beetje peachy oranje nude kleur. Ik ga hem alleen niet alleen opdoen, want hij is iets te licht voor mijn huidskleur. Ik ga hem combineren met mijn Morphe Sweet Tea lippotlood. Kijk even hoe mooi dit eruit ziet. Echt prachtig. Hele mooie nude kleur. Deze lipsticks voelen echt amazing aan. Ik raad ze zeker aan. Action lipsticks zijn echt gewoon toppie van Max & More. En dit was dan de hele make-up look, jongens. We zijn klaar. Kijk even hoe mooi deze lip combo is. Ik ben echt obsessed. Echt prachtig. Jongens, ik ben zo blij met hoe het vandaag is gegaan. De ogen zien er ook echt prachtig uit. Ik vind dat gouden hier zo binnen echt prachtig. Dat geeft zo echt zo dat extra effect. Ik ben heel benieuwd naar wat jullie ook van de collectie vonden. Het enige wat ik dus echt niet aanraad is deze bronzer. Je zou hem alleen maar eventueel kunnen gebruiken als highlight voor de donkere huidskleur. Maar deze twee zijn echt toppie. Dit paletje en deze lipsticks, vooral voor deze lage prijzen. Ik zou zeggen, ren naar de Action en haal ze, want dit is gewoon echt prachtig. Voor de mensen die zich nou misschien afvragen van, blijft de oogschaduw de hele dag goed zitten? Mijn oogschaduw blijft altijd de hele dag goed zitten. Ik doe al make-up voor 5 jaar of zo. En het is nog nooit gebeurd dat een look er helemaal afging of zo. Dus ik weet niet hoe dat komt. Misschien ook omdat ik altijd hele goede oogschaduw primers gebruik en zo. Maar het blijft in principe gewoon altijd wel gewoon goed zitten. En ja, ik ben gewoon echt heel blij met hoe het is gegaan. Ik ben ook heel blij dat ik die bronzer niet over mijn hele gezicht heb aangebracht. Let me know wat je van de look vindt en van alle producten. Kom lekker kletsen met mij beneden in de reacties. En laat me zoals altijd ook eventjes weten wat voor make-up je nog meer zou willen zien. Of kleding, of wat je ook zou willen zien omtrent beauty op mijn kanaal. En zoals altijd hoop ik dat ik weer een lach op jullie gezicht heb gebracht vandaag. Ik hoop dat het met iedereen goed gaat. Stay positive en stay happy. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!